Aha, honey. Hoi en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Als je op deze video hebt geklikt, dan ben je waarschijnlijk benieuwd in het onderwerp geld verdienen op YouTube. Dus hoe kun je geld verdienen? Hoeveel kun je verdienen met YouTube? Dat ga ik vandaag allemaal met jullie bespreken. En op het eind ga ik het ook nog even hebben over wat ik persoonlijk verdien met YouTube en hoe ik daar ben gekomen. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan moet je even skippen naar een minuut. Wat hieronder staat en ja, dan kun je dat zien. Maar voor nu gaan we het eerst hebben in het algemeen over, ja, hoe kun je nou geld verdienen met YouTube? Nou, om te beginnen, YouTube heeft een aantal jaar geleden hun richtlijnen veranderd, volgens mij in 2017 of 2018. Want voorheen kon iedereen eigenlijk geld verdienen met YouTube. Maakte niet uit hoeveel abonnees je had of hoeveel of hoe vaak je video bekeken werd. Je kon je eigenlijk gelijk aanmelden voor het YouTube programma. Ja, dat is dus veranderd zoals ik al zei. YouTube heeft ervoor gekozen om twee eisen te stellen om je te kunnen aanmelden aan het YouTube Partnerprogramma. En het YouTube Partnerprogramma is dus het programma waar je voor moet aanmelden, wil je geld verdienen. Je moet dus nu 1000 abonnees hebben en je video's moeten 4000 uur per jaar bekeken worden. Dat is best wel veel. Dat betekent dat je ook echt wel een aantal video's moet gaan uploaden. Of één video moet natuurlijk heel veel bekeken worden. En elk jaar wordt het dus weer gecontroleerd door YouTube. Dus als je dit jaar wel aan de eisen voldoet en er helemaal voor gaat en volgend jaar geen zin meer hebt, dan kan het best wel zo zijn dat YouTube dat weer gaat afpakken van je, dat programma, waardoor je dus geen geld meer gaat verdienen. Ook niet met je oude video's die voorheen wel aan de eisen voldeden eigenlijk. Dus ja, het moet gewoon 4000 euro per jaar bekeken worden. Nou, als je daaraan voldoet, dan maakt YouTube daar een melding van. Het gaat automatisch en dan gaan zij jouw account controleren. Dus dat wordt echt handmatig door iemand gedaan. Die controleert ja, wat voor video's je maakt. Ja, en wat je daarin doet eigenlijk. Want YouTube heeft natuurlijk wel richtlijnen. Bepaalde dingen mogen niet. Zoals ja, naaktingen en geweld. Dat mag allemaal niet. Dus het wordt allemaal gecontroleerd voordat jij je kan aanmelden voor het YouTube Partnerprogramma. Nou, er kan best wel een tijd overheen gaan. Het is natuurlijk super druk met al die accounts van over de hele wereld die YouTube moet controleren. Dus hou rekening met een maand. Ja, een maand dat ze erover moeten doen. Misschien wel 2 maanden. Ik heb eigenlijk geen idee. Bij mij ging het vrij snel omdat ik al een keer gecontroleerd ben in het verleden. Dus bij mij ging het automatisch eigenlijk gelijk. Maar ik zou zeker rekening houden met een maand. Ja, als het allemaal goed is, dan krijg je daar bericht van. En dan mag jij je aanmelden voor het YouTube Partnerprogramma. Dat is dan eigenlijk automatisch gedaan door YouTube tijdens het controleren. Maar wil je inkomsten echt ontvangen, dan moet je ook nog een account aanmaken bij Google AdSense. En dat is gewoon een account die jouw ja, geld eigenlijk bijhoudt. En Google AdSense wordt dus je geld van je YouTube account bijgeschreven. Je kunt hieraan je bankrekening koppelen. Dus zodra jij ja, geld ontvangt op dat account, wordt overgemaakt naar jouw eigen bankrekening. Hier zit wel een limiet aan, of een minimum aan. Je moet minimaal 70 euro verdienen per maand, wil YouTube het uitbetalen. Dus onder de 70 euro wordt niet uitbetaald. Dan moet je gewoon een aantal maanden sparen totdat je aan die 70 euro zit. En dan wordt het uitbetaald door YouTube. Dus het is wel belangrijk dat je een account aanmaakt bij Google AdSense. En maak je geen zorgen als je al op je YouTube account ziet dat je geld hebt verdiend. Maar op Google AdSense staat nog steeds 0 euro. Eigenlijk wordt het pas de 14e of de 15e van de maand wordt alles bijgeschreven op je Google AdSense account. Dus ja, het loopt een beetje achter eigenlijk. Dus schrik niet. Als je denkt, ik heb iets verdiend, maar het komt niet binnen op dat account. Is er iets misgegaan? Nee, check het gewoon even de 14e of de 15e en dan staat het er vast bijgeschreven. Ja, dus eigenlijk als je dat allemaal hebt gedaan, dan kun je geld gaan verdienen met YouTube. Ja, je moet natuurlijk niet vergeten om als je een video gaat uploaden aan te klikken dat je inkomsten wilt genereren. Dat kun je eigenlijk zodra de video is geüpload en je naar het volgende scherm gaat, staat daar inkomsten genereren en dan moet je even op aanklikken. Je kunt er dan ook voor kiezen wat voor advertenties je allemaal in je video wilt hebben. Dat kunnen zijn advertenties die je niet door kunt klikken of juist wel. Advertenties vooraan de video, achteraan de video, eigenlijk kun je van alles kiezen. Je kan alleen niet kiezen in welk deel van de video een advertentie geplaatst wordt. Dat is eigenlijk helemaal aan YouTube. Dus het kan ook best wel zo zijn dat één persoon 10 advertenties in jouw video heeft, maar een andere persoon heeft er maar 2. Ik weet niet precies waar het op gebaseerd is, maar ja, dat is hoe het gaat. Vroeger kon je wel eigenlijk zelf inplannen
waar je de reclame wil hebben, maar dat gaat tegenwoordig niet meer. En je video moet minimaal 10 minuten zijn, wil je er reclames in kunnen komen. Volgens mij, dit is wat ik heb gelezen en uit andere video's heb gezien. Minimaal 10 minuten. Dus ja, dat is misschien ook wel belangrijk om eventjes aan te denken. Nou, er zitten dus nu advertenties in je video waarmee jij inkomsten kunt gaan genereren. Maar hoeveel inkomsten kun je hier nou eigenlijk mee genereren? Of hoe werkt het precies met die advertenties? Nou, eigenlijk de vraag die ik vaak krijg van mensen is van ja, je krijgt, of wat mensen zeggen tegen mij is, ja, je krijgt per view betaald, toch? Maar dat is dus niet zo. Tenminste, volgens mij is dat niet zo. Uit andere video's heb ik begrepen dat YouTube niet betaalt per view, maar eigenlijk betaalt op basis van de kijktijd. Dus hoe lang kijken mensen naar jouw video? Reclamebedrijven betalen YouTube gebaseerd op hoe vaak hun reclame is gezien en daarop geklikt is. YouTube betaalt een klein deel aan de creator van de video waarin die reclame is gekomen. Dus YouTube krijgt inkomsten van de reclamebedrijven en YouTube keert een klein deel van die inkomsten uit aan de maker van de video waarin die advertentie is getoond. Ik hoop dat het daardoor een beetje duidelijk is. Daarom is kijktijd natuurlijk ook zo belangrijk, omdat hoe langer je video bekeken wordt, hoe meer reclames er gezien worden, hoe vaker erop geklikt wordt, hoe meer YouTube daar dus van krijgt en hoe meer jij er dus ook weer van krijgt. Ja, en ook even over het abonnee-aantal. Vanaf 1000 abonnees maakt het eigenlijk niet meer uit hoeveel abonnees je hebt. Je moet die 1000 natuurlijk hebben om geld te kunnen verdienen. Maar zodra dat gepasseerd is, maakt het echt niet uit. Dus iemand met 20.000 abonnees hoeft niet per se meer te verdienen dan iemand met 1000 abonnees. Misschien wordt die video van die persoon met 1000 abonnees wel vaker bekeken en langer bekeken. Dan verdient diegene er natuurlijk meer aan als iemand waarbij dat minder is. Dus dat maakt niet uit. Je hoeft er eigenlijk helemaal geen zorgen over te maken over het aantal abonnees. Oh ja, wat ik er ook even bij wil zeggen is dat een van de richtlijnen van YouTube is dat je geen muziek mag gebruiken van anderen. Dus stel jij hebt een video en je wil daar een leuk liedje achter plakken of onder plakken die jij veel luistert. Dan gaat YouTube de video wel online laten staan. Maar je kunt er dan geen geld meer mee verdienen omdat je in strijd bent met de copywriting. Dus ja, een bedrijf die muziek heeft gemaakt, die gaat natuurlijk de inkomsten opeisen van die video. Dus daar is YouTube wel heel streng mee. En stel je maakt een video met een bepaald iets erin wat YouTube ook niet kan appreciëren. Dus ik weet niet, misschien een bepaald woordgebruik of ik weet niet. Dan kan YouTube ook ervoor zorgen dat ze een video gaan demonetizen, heet dat. Dus eigenlijk dat je geen geld meer mee kunt verdienen met die specifieke video. Dus andere video's wel nog, maar voor die specifieke video dan niet. Hetzelfde gaat voor de muziek, is ook echt alleen maar één specifieke video. Mocht je echt de richtlijnen schenden van YouTube, kan YouTube ook alles weer intrekken. Dus dan kunnen ze, ja, je krijgt zeg maar 3 waarschuwingen. Dus bij de derde waarschuwing, dan wordt je account verwijderd. Of bijvoorbeeld je het YouTube partnerschap ingetrokken. Dus houd je vooral gewoon aan de richtlijnen en doe gewoon wat jij leuk vindt. Er zijn ook nog 2 andere manieren om geld te kunnen verdienen met YouTube. Door samenwerkingen aan te gaan met merken en door affiliate links. En voor beide heb je eigenlijk geen abonnees nodig en ook geen kijkuren. Misschien voor die met merken wel, want merken vinden het interessant om met een persoon te werken die natuurlijk veel bereik heeft. Want ze willen hun merk of product onder de aandacht brengen bij veel mensen. Dus ja, dan is het aantrekkelijker voor hen om met iemand te werken die veel abonnees heeft. Maar merken zijn er ook van bewust dat het werken met micro-influencers vaak beter voor hen werkt. Omdat micro-influencers, die hebben echt een bepaalde niche, een bepaalde doelgroep die voor een specifiek iets een persoon volgt. Dus dat kan fashion, dat kan tuinieren, dat kan games, dat kan eigenlijk van alles zijn. Misschien past diegene dus beter bij het merk en heeft hij ook een beter engagement met zijn volgers. Dus een betere connectie met de volgers. Waardoor de volgers ook heel erg vertrouwd zijn met die persoon. En als die persoon iets zegt, die volgers die geloven dat omdat ze gewoon een goede connectie hebben met hem of haar. En die gaan dan over naar dat merk. Ook dat product kopen of ook dat merk volgen. En dat is wat een merk wil. In plaats van dat ze met iemand samenwerken met 1 miljoen volgers. Die eigenlijk allemaal andere dingen leuk vinden. Maar gewoon die persoon volgen omdat die bijvoorbeeld knap is of zo. Dus een merk heeft er veel meer aan om met micro-influencers te werken. Die echt bij hun merk of product passen.
Dus je hoeft echt niet superveel abonnees te hebben. Maar voor mij is het wel natuurlijk ja, aantrekkelijker wanneer je wat abonnees hebt. Of misschien heb je niet veel abonnees, maar wordt wel elke video van jou heel goed bekeken. Dus dan is het ook aantrekkelijk voor een merk om met je samen te werken. Dus op die manier zou het ook nog kunnen. En dan heb je de laatste is nog via affiliate links. En affiliate links zijn eigenlijk linkjes die je creëert via een programma. En als mensen op die link klikken en het product kopen wat jij in die link hebt staan, dan krijg je daar een klein percentage van die aankoop. Nou, ik zit zelf bij het programma Reward Style. Ik moet zeggen, ik raad het niet aan. Ik snap er zelf vrij weinig van. Heel veel merken zijn er niet bij aangesloten. Dus je kunt geen Zara-linkjes maken, geen Bershka-linkjes maken. Echt heel veel dingen niet. Het enige wat ik... Je kan ook geen Naked-linkjes maken. Het enige wat ik tot nu toe heb kunnen doen is ASOS en Other Stories. Misschien Hana, maar volgens mij dat ook nog niet eens. Dus ja, ik raad dat zeker niet aan. En ik weet ook eigenlijk niet of er programma's zijn in Nederland die dat aanbieden. Maar goed, even... Het idee is dus dat je je aanmeldt bij een affiliate programma. Dan maak je een account op en via dat programma kun jij linkjes maken. Nou stel, ik wil jullie laten weten, ik heb deze blazer gekocht bij Zara. Dan ga ik naar de Zara website en ga ik naar die blazer. Dat is eigenlijk gewoon de productpagina van die blazer. Bovenin staat dus de link. Dan kan ik met mijn account van dat affiliate link programma, kan ik iets aan die link toevoegen. Waardoor het een affiliate link wordt. Die link die kopieer ik en die plak ik bijvoorbeeld onder in mijn video. En als iemand dan op die link klikt en het product koopt, dan krijg ik daar een klein percentage van. Maar als diegene dat product ook weer terugstuurt naar de winkel, dan wordt dat percentage weer ingehouden. Dus ik krijg niet echt van iedereen. Dus alleen als het product ook echt houdt, dan krijg ik het geld. En ik heb daar nu denk ik tot... tussen de 2 en de 5 euro mee verdient, dat is echt heel weinig. Dus, maar bijvoorbeeld de Monica Geuze met haar 1 miljoen volgers op Instagram, die plaatst voor de samenwerking met Naked een linkje met het product wat zij aan heeft en een swipe up. En als mensen, heel veel mensen die swipe up doen en het product kopen, dan krijgt ze natuurlijk wel een leuk bedrag. Dus dat is ook weer interessant voor mensen met veel volgers. Want op Instagram kun je pas een swipe up doen als je 10.000 volgers hebt. Dus voor mij is dat nog niet interessant. Ik heb me daar nog niet echt heel erg in verdiept. Maar goed, dat zijn dus even kort uitgelegd, hoop ik, 3 manieren om geld te verdienen met YouTube. En hoe dit dan een beetje in zijn werk gaat. Mochten jullie nog vragen hebben, let me know. Ik ga ze hier in de comments sowieso beantwoorden. Dan gaan we het nu hebben over mijn story. Wanneer kon ik geld verdienen met YouTube en hoeveel verdien ik met YouTube? Nou, zoals jullie misschien weten ben ik 2016 of 2017 ben ik begonnen met YouTube voor een schoolopdracht. Ik ging vloggen. En dat was nog de tijd dat ik geld kon verdienen met YouTube. Eigenlijk vanaf 0 abonnees. Ja, ik verdiende toen denk ik $6 per maand. Dus dat is heel weinig. Ik weet eigenlijk niet waardoor dat kwam dat het zo weinig was. Want ik uploadde echt 2 keer in de week. Maar goed, ik verdiende ongeveer $6 per maand. En dat werd dan bijgeschreven op mijn Google AdSense account. Dat was natuurlijk heel weinig. Ik stopte er heel veel tijd in. Ik ben YouTube niet begonnen met de insteek, ik ga hier rijk mee worden of ik ga hier veel geld mee verdienen. Ik vond het gewoon vooral heel leuk. Maar op een gegeven moment had ik er gewoon weinig zin meer in. Ook omdat er in mijn persoonlijke leven gewoon van allerlei dingen speelde. En ik zoiets had van oké, weet je, ik ga gewoon stoppen hiermee. Uiteindelijk ben ik dus gestopt met 900 abonnees. En toen had ik in totaal $60 verzameld op mijn Google AdSense account. Heel zuur, want nog $10 meer of 10 euro meer en ik kreeg uitbetaald. Maar ja, ik ben toen inderdaad gestopt. Dat geld dat bleef wel altijd op mijn AdSense account staan. Dus stel je hebt dat ook en je hebt geen zin meer erin, dat blijft wel gewoon staan. Dus YouTube verwijdert dat niet. Al die jaren heeft het eigenlijk aan me geknaagd van hè, ik vond het toch leuk en ik was zo dichtbij en ja, waarom ben ik eigenlijk gestopt? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus ik heb besloten om weer te beginnen. In maart 2020 was dat, maart van dit jaar. En toen zat ik dus op 900 abonnees. Nou, ik ben gewoon weer vlogs gaan uploaden. Ik dacht, het boeit me niet dat ik daar niks voor betaald krijg. Ik wil gewoon weer... ja, die community opbouwen en gewoon die interactie hebben met mensen. En gewoon doen wat ik leuk vind ook. Want ik vind het editen super leuk, ik vind het filmen leuk. Dus ik ben best wel open. Ik heb niet echt iets wat ik wil verbergen voor jullie of zo. Dus
ja, het kon ook gewoon, zeg maar. Ja, ik ben eigenlijk weer begonnen en ik moet zeggen dat het wel eventjes heeft geduurd. Oké, ik heb het even opgezocht en ik ben dus in maart begonnen weer met video's maken. Toen had ik nog 900 abonnees, maar mijn kijkuren was echt heel laag. Daar heb ik echt heel lang over gedaan. Dus uiteindelijk ben ik goedgekeurd voor het YouTube partnerprogramma op 9 juli 2020. Ik ben niet 4 maanden bezig geweest om aan de 1000 abonnees te komen. Volgens mij was ik daar al vrij snel aan. Ik denk binnen een maand of anderhalve maand. Maar ik voldeed nog niet aan de kijkuren. Dus daar heb ik wel echt 4 maanden over gedaan. En ja, dat was dus 9 juli 2020 heb ik daar aan voldaan. En toen ben ik gelijk goedgekeurd voor het YouTube partnerprogramma. Omdat ik dus al een keer eerder geld had verdiend met YouTube een aantal jaar geleden. Dus ja, ze kennen mijn account. En ja, daardoor kon ik eigenlijk gelijk door. En in augustus kreeg ik ook gelijk mijn eerste uitbetaling. Omdat ik natuurlijk nog 60 euro op mijn account had staan. En ik dacht, ja, ik had volgens mij die maand, augustus, had ik 24 euro verdiend. Dus ja, in totaal kreeg ik 85 euro gestort van Google. Dat was mijn eerste YouTube uitbetaling ooit. Echt zo dankbaar daarvoor. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen daarvan. Ik ben daar gewoon echt super dankbaar voor. What the fuck? Ik moet gewoon janken ervan. Gewoon omdat jullie mijn video's kijken, snap je? Dat is gewoon iets wat ik doe met plezier. En ik leuk vind om mijn tijd in te stoppen. Dus dank jullie wel dat jullie mij volgen en mijn video's kijken. I love you guys. Zonder jullie was het niet gelukt. Het was toch wel even een doel om te bereiken. Dus ja, super leuk natuurlijk. Maar ik heb die maand dus maar 24 euro verdiend. Waardoor ik op het 85 euro kwam. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik uitbetaald ben. Ik weet even niet welke datum dat precies was. Maar eigenlijk eind augustus tot nu 10 september. Ga ik eventjes kijken wat ik heb verdiend. Is nu $49,45. Dus in euro's is dat misschien 47 euro of zo. Dus dat verdien ik nu ongeveer denk ik per maand. Ik ga hier denk ik ook. Ja, misschien ligt eraan wat voor video's ik plaats. Als ik bijvoorbeeld een shoplog plaats, dan merk ik dat het meer bekeken wordt. Dus dan krijg ik daar weer veel inkomsten van. Maar bijvoorbeeld een vlog wordt bij mij langer bekeken, maar minder in views. Dus ja, het verschilt heel erg. Ik keek volgens mij 3 dagen geleden, toen was het ook 49. Toen keek ik gisteren, was het weer 47. Nu is het weer 49. Dus het verschilt ook echt per dag. Ik kan niet echt mijn vinger erop leggen wat ik precies krijg, totdat het bij is geschreven bij mijn AdSense account. En dat gebeurt dus de 14e of de 15e. Dus ja, ongeveer per maand dan 50 euro schat ik zo. Maar ik krijg natuurlijk pas bij 80 uitbetaald. Of bij 70 uitbetaald. Dus ja, ik moet er wel 2 maanden gewoon video's voor maken. Wil ik wat uitbetaald krijgen. Dus voor mij is het nog niet superveel. Dus ja, dat eigenlijk. Nou heb ik nog een paar vragen gekregen op mijn Instagram. Ja, hier verdien jij er altijd al geld mee? En wat zijn je toekomstplannen? Ja, ik verdiende dus vroeger mijn geld mee. Toen een tijdje niet en nu weer wel. En wat zijn je toekomstplannen? Nou, mijn toekomstplannen zijn eigenlijk dat ik dit veel serieuzer wil aanpakken. Ik wil graag iets creëren voor jullie waar jullie ook echt iets aan hebben. Wat jullie ook leuk vinden om te kijken. Ik wil graag mijn doelgroep verbreden. Dus niet alleen maar in Limburg, maar ik zou het ook wat groter graag willen. Dus ja, gewoon wat meer kijkers krijgen eigenlijk. Ja, dat eigenlijk. Dat zijn mijn eerste 2 doelen wat ik me nu kan bedenken. Eigenlijk mijn doelgroep verbreden. En ja, meer professionele content maken voor jullie waar jullie iets aan hebben. Ik wil graag een serie maken. Ik ben heel erg na aan denken wat ik nou wil doen. Omdat ja, er is natuurlijk al zoveel op YouTube. En ik wil ook niet andere mensen gaan nadoen. Dus ja, daar ben ik nog zeker mee bezig om te brainstormen daarover. Dus mochten jullie daar tips voor hebben of iets wat jullie leuk lijkt, let me know. Dan ga ik daarmee aan de slag. Ja, hoe lang duurt het voordat je de 1000 abonnees bereikte? Nou, ik heb vroeger dus al, denk 1,5 jaar tot 2 jaar video's gemaakt. Voordat ik de 900 bereikte. En dan nou, in maart ben ik weer begonnen. En toen heb ik het in een maand, heb ik 100 erbij gehaald. Dus eigenlijk, YouTube abonnees zijn ook zo onvoorspelbaar. Soms kan het zo snel gaan en soms gaat het weer helemaal niet snel. Dus ja, ik heb er toch best wel lang over gedaan. Het zou graag veel sneller kunnen. Hoeveel volgers moet je hebben om echt rijk te worden? Ja, dat weet ik echt niet. Ik denk, ja, volgers maakt niet zoveel uit. Het gaat puur om de views en de kijktijd.
Dus dat moet gewoon heel boeiend zijn voor mensen. Dat waren ook eigenlijk de aantal vragen die ik nog niet heb beantwoord zo. Ik hoop dat het een beetje een duidelijke video is. Dat jullie een beter beeld hebben van ja, hoe je geld kunt verdienen en hoeveel dat ongeveer is. Mochten jullie een video willen met mijn tips en tricks om te beginnen met YouTube en waar je aan moet denken. En ja, dat eigenlijk. Dan like dan even deze video en dan ga ik dat ook zeker opnemen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Echt, door jullie verdien ik nu mijn geld door YouTube. Ook al is het weinig, kijk, ik kan er niet van leven. Ik moet gewoon een fulltime baan hebben hiernaast. Maar het is gewoon een kleinigheidje. En dat motiveert mij zo enorm om weer door te gaan. En ja, het voelt gewoon als een beloning voor wat ik allemaal doe eigenlijk voor YouTube. Dus ik wil jullie bedanken en ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe video. Doei!